In het evenredigheidsstelsel, dat wordt nagestreefd voor de kiesregeling, zal Suriname slechts één kiesdistrict worden. Dit zei VHP-parlementariër Deo Sharman gisteren in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de grondwet en de kiesregeling. Met dit stelsel worden de zetels op hetzelfde aantal stemmen verkregen. Alle stemmen zullen daardoor gelijk zijn, zegt Sharman. Er is geen verlies van stemmen, nog is er sprake van goedkope dan wel dure zetels. Dus die hele discussie dat Coroni goedkope zetels heeft en Wanica dure zetels heeft, is met dit stelsel compleet verholpen. Het is 100% in lijn met de beslissing van het CH en zal een eventuele toetsing door de CH glansrijk kunnen doorstaan. En wat erg belangrijk is bij dit stelsel, het ontneemt de mogelijkheid van misleiding en manipulatie van het kiezersvolk, zoals dat gezien werd, zeker bij het domiciliebeginsel, dat mensen opgaven te wonen in bijvoorbeeld in Nikeri, maar in werkelijkheid woonden ze in Paramaribo, terwijl ze daar alleen maar geregistreerd waren. Ik geef maar gewoon een voorbeeld. Niemand hoeft zich daarbij aangesproken te voelen. Sharman haalde verder aan dat het evenredigheidsstelsel duurzaam is. Hiermee kunnen onder andere manipulaties van adressen voorkomen worden. Je hoeft niet na 5 jaar of 10 jaar te zijn van er is een shift gekomen in de bevolking, noem maar op, verhuizingen van grote groepen van mensen. Dit gaat niets aan doen. Dus de duurzaamheid van het stelsel is hierbij gegarandeerd. Sharman zegt ook dat het evenredigheidsstelsel niet onderhevig is aan verschuivingen van het electoraat.